derde serie, de eerste baan voor Edvo Luc Kroon. Baan 1 voor de Dolfijn Ruben Stam. Baan 2 voor Hogeveen Jeroen Lorius. Baan 3 voor SGS en Moritz Brandt. Baan 4, keer een swimcup kampioen voor Hamilton Aquatics Dubai, Velimir Stepanovic. Baan 5 voor swimclub in Neptune, Simon Scheudin. Baan 6 voor Albion Enschede Kottering. Baan 7 voor ZBC Hogeveen Gouke Eilander. En baan 8 voor de houtrip Jesse van Dijk. Het is Stepanovic aan de leiding. Hij was de oude swimkop recordhalder. 1.56.70. Hij won daarmee vorig jaar de swimcup hier in Eindhoven. Gaat nu aan de leiding. Naast hem ligt Simon Scheudin. Scheudin is de regerend Zweeds kampioen 2014. Zwemt op de tweede positie op dit moment. En zo komen de heren terug naar de finish. Stepanovic lengte voorsprong op Scheudin, maar Scheudin lijkt wat bij te komen en in te halen in die laatste meters voordat we hier aan de finish zijn. Daar tikt Stepanovic als eerste aan. Zijn tijd is 1.58.26. En zo zijn alle heren weer terug. Zien we de officiële uitslag van serie 3 en daarna de gekwalificeerde voor de A-finale. Chess, Stepanovic, Scheudin, Jurk, Brandt, Bokar, Boskowski, Bijmin. Dat zijn de snelste 8 zwemmers. We kijken even of dat klopt of zij ook allemaal in die finale zitten. Maar even een applaus voor de heren. 200 meter vlinderslag. Gaan we verder met programma nummer 13, de dames 200 meter vrije slag gereedstaat, serie 12.